Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. En zoals jullie zien gaan we vandaag een hele zieke Team of the Year spits kopen. Het is niemand minder dan 98 Lewandowski. Is hij de beste spits in het spel? We gaan het straks zien. Vergeet even niet deze video te liken, jongens, en te abonneren op mijn kanaal. We zitten bijna op 105.000 abonnees. Dat wordt echt gewaardeerd als we dat halen. Zou heel vet zijn na deze video. Kom op, dat kunnen we. Ik heb dit weekend Weekend League gespeeld. Laten we dat even bespreken met het volgende team. Ik heb met dit team dus Weekend League gespeeld. Ik heb al mijn geld op de bank, behalve nu even Lewandowski gekocht. Want we gaan hem testen, jongens, hoe goed die is. We gaan hem namelijk ook gebruiken in Squad Builder Battle. Dat wordt heel vet met Lewandowski. Kijk die video zeker even bij de veteranen. Vandaar dat ik hem al heb. Maar dat wordt echt een hele vette video. Dat kan niet anders. Maar zoals jullie zien heb ik dus Lewandowski gekocht. Ik heb iets van 6,6 miljoen munt op de bank. Ongeveer 7 miljoen als ik iedereen in mijn club verkoop. En Lewandowski is ook 3 miljoen. Dus zeg maar, ik kom ongeveer op 10 miljoen uit. Maar ik heb dus echt een probleem. Want ik dacht dus, er komt nog een market crash of iets. Er komt een moment dat de spelers straks heel erg laag zijn. Misschien is dat na Team of the Year. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar iedereen, al die traders, iedereen op YouTube zei van Pasky, verkoop je team. Nou ja, ze zeiden niet letterlijk Pasky, want ik heb ze niet gesproken. Maar ze zeiden wel tegen mezelf in mijn hoofd. Zei ik, Pasky, verkoop je team. Want zij doen dat ook allemaal. Het was natuurlijk dat ik R9 sowieso ging verkopen. Mijn duurste speler uit mijn team. En ik had eigenlijk niemand eromheen. Ik had Ronaldo of Neymar toen de tijd nog. Maar ja, dat was gewoon op zich prima om hem dan te verkopen. Maar goed, 10 miljoen op de bank. Ik weet niet wanneer ik nu mijn team moet gaan kopen. Dat is echt lastig. Ja, wanneer ga je het dan kopen? Ik heb geen idee. Moet ik het vandaag doen? Moet ik het morgen doen? Ik heb geen idee. Misschien moet ik maar gewoon een heel basic team maken. Ik zat namelijk een beetje te kijken van ja, misschien kan ik gewoon echt een heel simpel teamje maken. En ja, zeg maar gewoon een redelijk 3, 4 miljoen team. En dan dat geld bewaren voor na Team of the Year. Laat even weten als jij daar echt verstand van hebt. Want ja, ik snap het niet meer. Want ze zeiden in de derde of vierde dag tijdens Team of the Year gaat alles dalen. Net zoals vorig jaar en het jaar daarvoor. Maar dat is dus niet gebeurd. En ik dacht, anders maak ik gewoon even dit team of wat dan ook. Er kan nog even iets aangepast worden. Maar goed, ben ik 4 miljoen kwijt. Misschien iets meer, ik weet het ook niet. Maar ja, ik dacht, ik bouw gewoon even zoiets. Dan heb ik iets van 6 miljoen nog op de bank. En dan kunnen we altijd zien na Team of the Year hoe dan die markt ervoor staat. Ik heb geen idee. Laat even weten wat je het beste nu kan doen als je 10 miljoen munt hebt. Moet je vandaag of morgen team bouwen? Laat even weten. Maar goed jongens, we gaan dus met Lewandowski spelen. We hebben hier ook nog wat pakketjes. Ja, er zal niks in zitten. Maar goed, we openen het even. Je weet maar nooit. Het zal maar zo zijn, jongen. Dat je uit zo'n pakket iets lijps hebt. Maar ja, nou, kans is nog groter dat hier een vliegtuig mijn kamer invliegt. Vandaag de dag. Hé, hey, kijk hier. We hadden het net over hem. En dan pakken we hem. Dat is wel leuk. Ik ga hem lekker listen natuurlijk. En de rest hier gaat weg. Er zijn trouwens Squad Battle Rewards. Nou, Squad Battle Rewards. Heb je er ooit van gehoord? Heb je het ooit gespeeld? Nee, ik ook niet. Maar ja, puur voor die icon swaps natuurlijk. Kijk, Ødegaard, die zal ook nog wel wat waard zijn. En deze volgens mij ook nog wel. En de rest gaat ook weg. De laatste pakketje jongens, en dan gaan we lekker met Lewandowski spelen. Laat ik echt weten even of die het echt waard is om te kopen. Meuk. Oké, hier zijn we klaar mee. Oké, we gaan 2 potjes Division Rivals spelen, jongens. Dat is wel leuk. We moeten namelijk nog winnen om in rang 1 te komen. En dat zou wel kunnen. Oké, want we hebben nog minimaal 1300 punten nodig. Ja, dat wordt wel heel lastig. Moeten we sowieso 2 keer winnen. Maar ja, ik ga het gewoon, we gaan het gewoon proberen. Kijk, ik ga dit denk ik zo doen. Dan kan Rashford gaat eruit voor hem. Die Martial is zo slecht. Kijk, we gaan het gewoon lekker zo doen. Kijk, hebben we Keane gaan we erin zetten. Lewandowski speelt dan een 9. Eigenlijk moet hij dan een 10 hebben. Dan moeten we even kijken of we een Bundesliga trainer hebben. Die hebben we, dus hij staat nu op een 10. Rashford op een 6. Oké, dat moet niet zoveel. Oké, dan moeten we even de tactieken aanpassen. Ik wil natuurlijk wel dat hij als spits gaat spelen. Samen met Keane. Nee, helaas. Samen met Rashford. God, dit is zo irritant. Moet je nou, ik doe nu naar links. Dan gaat hij naar onder. Meest verschrikkelijk. Jullie kennen dit. Het is echt verschrikkelijk. Weet je, ik heb wel eens bij bepaalde formaties met die 4-1-2-2 of zo. Dan kom je echt. Die spelen kan je gewoon niet selecteren dan. En we spelen 1 keer met 4-2-3-1. We gaan een beetje wisselen. Ik laat wel weten op het moment dat ik switch tussen de formaties. Want we gaan hem natuurlijk als diepste spits gebruiken. En in 4-2-2. 4-4-2 eigenlijk. Oké, we gaan zoeken. Ik moet 2 keer winnen, jongens. Kom op. En die Keane, jongen. Als die het vernaait, jongen. Oh, dan word ik gek. Mijn lekkere icon pack. Roy Keane. Oké, jongens. Dit is onze tegenstander. Een lekker full meta team. Sissoko Sanchez. Ja, dit is wel een goed team. Oké, jongens.
Dan gaan we. We spelen eerst gewoon 4-4-2. Kijken hoe onze grote vriend daarmee speelt. Ik heb echt geen idee hoe lekker die aanvoelt. Maar belangrijk is dat we wel twee keer winnen. Dus ik ga niet, wat ik normaal doe met dit soort kaarten, dan wil je alleen maar op hem spelen. Maar ik ga hem gewoon met hem spelen alsof het een normale speler is uit je team. Dus je gaat niet overdreven er continu mee spelen. Goede redding. Hier is hij. Hij wint het duel, tuurlijk. Robert, ga maar door. Dat is een tryharder. Ik voel het. Ik voel het aan alles. Ah, kut. Wat slecht verdedigd. Wat slecht verdedigd. Ah, kom op. Oké, even kijken hoe die aanvoelt. Dribbel. Een beetje lomp. Maar oké, zijn snelheid. Moet die Sanchez eruit rennen? Dat doet hij zo. Zo, wat is dit dan? Ah, hier doe ik het verkeerd. Ja, hier doe ik het verkeerd. Je mist wel wat ik gelijk nu al... Jan vindt dus, je mist wel echt die 5-star skill moves. Ik ben wel echt iemand die dat nodig heeft. Of 5-star weak foot, maar zijn weak foot schijnt als 5-star bijna aan te voelen. Maar goed, dat gaan we zo zien. Daar gaat hij. Hij is los. De beer is los. Gaat hij het afmaken? Nee. Oh, zie ik de keeper movement, toch? Maar hij maakt het wel af. Schitterende goal van Robert Lewandowski. Ja, volgens mij deed hij de keeper nog in de hoek. Smeerloop. Kijk, hij verdedigt ook mee. Zag je dat? Zie ik verdedigen. Wat een speler. Dit is echt een vieze tryhard, die gast. Die uren in bal bezit. Hier, een ski, jongen. Daar kan niet tegenop. Gaat hier, Robert. Kijk, dit is wel iets wat ik heel irritant vind. Dat hij zo lomp aan die bal is. Maar goed, misschien moet ik ook anders mee spelen dan. Maar je kan niet inderdaad met een bepaalde druk. Als er een bepaalde druk op je zit, kan je niet lekker met hem wegdraaien. Kom maar 1-2'tje. Goed. Hier, lichaam. Doe maar. Kijk, dit lichaam. Ja. Hij wint het. Oké. Dat is een voordeel. Daar gaat hij. De beer is los. Kom op. Ren Walker eruit. Dat lukt je wel. Fake shot. Langhoek. Gepimed. Maar hij maakt het wel af. Ja, oké. Okay, ik moet zeggen. Je moet niet bepaalde dingen met hem proberen. Dus trucjes, acties. Zoals nu. Dit is wel echt ziek. Op snelheid. Fake shot. Niet eens goed getimed. En hij knalt hem erin. We spelen tegen echt een goede gast. Divisie 1. Ik speel echt op hoog niveau. Al zeg ik zo. Maar kijk, dit soort dingen. Ja, ziek. Hij wint hem wel. Maar inderdaad, hij gaat er niet zo vlekkeloos. Kijk, dit mis ik vol. Dat je even die schaar op het juiste moment kan doen. Of de sleep op een goed moment. Daar gaat hij. Hier, bridge. Oké, dat doet hij best wel goed. Afleggen. Robben. Robben. Ah! Arjen, wat doe je? Dit is lastig. Gaat hij? Ja, Mbappé, ja. Oh. Ah, vieze smerige gast dit, jongen. En ik dacht, dat was heel dom. Ik dacht dat ik 3-1 voor stond. Ik weet niet waarom. Ik dacht net al, hij maakt aansluitingstreff. Maar nee, het was gewoon een gelijke stand. Ah. Oké, jongens, we staan achter. Kom op, Lewa. Kom op, jongen. Wat heel veel mensen nu doen is met 5 verdedigers spelen. Of in ieder geval met heel veel man achterin. En daar kom je gewoon niet doorheen of zo. Ik weet niet wat het is. Dat is echt heel, vind ik heel irritant om tegen te spelen. Oké, ik ga even kijken wat hij speelt. Oh, hij speelt 4-4-2 ook. Okay. Lijkt echt bijna, moet je maar eens zien, hoor. Alsof er een linie met 5 bijna elke keer is. Oké, kom op jongens. Ik mag niet verliezen. Dat mag echt niet. Deze gast is zo irritant, man. Waar ga je helemaal heen? Uren met een aanval bezig. Kom op. Kom op, Lewandowski. Dat is hem. Ah, nee, nee. Ah, wat een slechte bal. Wie geeft die bal zo slecht? Oké, even luchtduel testen. Kom maar, deze moet jij winnen. Kijk. En nu steken. Steek hem nog. Goed. Zo van die slappe balletjes. Lewandowski, jongen, kom op. Het moet beter. Ah, nee. Dan gaat hij. Het einde is in zin. Oh. Lewandowski, kom maar weer. Dit is jouw moment. Kijk, dat is wel echt lekker. En dan hoop je dat hij ook nog goed terugkomt. Oké, jongens, we gaan even aanvallend spelen. Wie kunnen we erin gooien? Wie is fijn, denk je, op die positie? We gaan gewoon voor Politano op 10, denk ik. En in de spits komt Rashford samen met Lewandowski. Kuzawa mag erin, jongens. Kijk, lekker aanvallend. 4-1-2-2. We moeten even doorbeuken. Kom op. Ja, daar komt hij. Ah, ik heb zo'n hekel. Ik kan die bal gewoon niet afpakken. Die gast zit te flikken en te vlakken en te fucken en te kutten. En ik krijg gewoon die bal niet op dat moment afgepakt. Godverdomme. Oké, jongens, ja. Dan wordt het geen overwinning met Lewandowski. Verschrikkelijk. Goed. Buitenspel of niet? Oh, zieke goal. What the fuck. Kom op, het kan nog. Gelijkspel. Die gast is zo stoer, jongen. Fucking idioot, jongen. Dat is zeg maar echt de reden ook dat ik geen zin heb om altijd hoog niveau te spelen meer. Of dat ik echt bij goud 1 ook soms denk van...
Ja, soms. Bijna altijd. Dit soort lui, hoor. Wat is hier nou leuk aan om tegen te spelen? Ik kan die bal gewoon niet afpakken. Dat is zo irritant. Ja, kijk wat die gast aan het doen is, jongen. Oh, dit is lekker voor hem. Dit is lekker voor hem. Lewandowski, kom op. Kom op. Maak het af. Ah, dit was zo mooi geweest. Laatste kans dan. Laatste kans van de wedstrijd. Lewandowski, waar ben je? Kut, sorry. Hier kan ik zo slecht tegen dat je van zo'n gast verliest. Ja, ik snap het niet. Die gast heeft alleen maar balbezit gehad. Ik denk dat ik zo weinig balbezit heb gehad. Dat is geen leuke pot om een pot te spelen. 62%. Ja, echt een heel triest ventje. Oké, jongens, maar we gaan door. Ja, ik baal het meeste van dat ik nu niet die rang 1 of divisie 1 kan halen. Dan mis ik dus 2 ultimate pakketten. Had ik toch van tevoren moeten spelen voor de weekend league. Zo stom. Maar goed, ik had niet verwacht dat ik tegen zulke tryharders kwam. Ja, we staan alsnog hoog in divisie 1. Maar ja, kijk. Ja, nu komen we zwaar tekort. Ah, zonde. Zonde. Oké, nog 1 potje. Kom op. Lewandowski ook weinig gezien deze pot. Maar goed, het was ook moeilijk tegen zo'n gast. Gaan kijken wat hij nu kan laten zien. Oké, jongens. En dit is het volgende team. Hetzelfde team bijna als hiervoor. Ja, dit zijn zulke verschrikkelijke teams. Met normale Mbappé, normale Mandi, Varane, Neymar, Ronaldo, Sanchez. Ja, dit is zeg maar het meest... Ja, dit team is wel echt heel ziek. Qua, zeg maar, de meest OP-spelers op elke positie. Maar goed, dat heb je ook blijkbaar nodig. Hier is die Lewandowski. Hij is los. Voetrolletje. Voetrolletje hier. Oeh. Komt-ie. Rashford, fake shot, legt hem terug aan Lewandowski. Waarom zo slecht? Dan komt hij, Lewandowski, doet hij het zelf. Schitterend, kijk, dat doet hij goed. Een mooie steekpaasje, was een goede steekpaas. Want dat gebeurt nog wel eens vaak, dat ze niet lekker hem geven. Maar zijn passing is natuurlijk goed, 88 passen. Perfect. Nu dan, kom maar, laat je snelheid eens zien. Robert, voetrol, tuurlijk. Oh, dit is slecht van mij. Kom op, nu dan. Nu, op snelheid. Je bent er doorheen. Laat het maar zien. Oké, heel raar moment weer wat daar gebeurt. Volgens mij wou hij schieten en hield hij in. Maar goed, hij is wel echt op het moment dat hij los is, dan is hij echt snel. Maar op het moment dat er mensen om hem heen komen, dan heeft hij moeite om die ruimte echt te vinden. Hij is natuurlijk wel fysiek heel sterk. Maar hij doet me een beetje... Ja, die kaart doet me een beetje lijken op die, die Rule Breaker Kane. Zo voelt hij een beetje. Kijk, hier, actie. Bridge. Oh, schitterend. Lewandowski, doe het dan maar, jongen. Kijk, heerlijk. En wordt het een rage quit? Is het een rage quit? Hij gaat weg, tuurlijk, jongen. Hij denkt ook, hier heb ik geen zin in. Hey, dit is wel lekker. Zoals nu is de gameplay ook best goed. Ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd alleen maar goede gameplay. Dan, dan is die wel, denk ik, een heerlijke spits. Je moet wel iemand naast hem hebben die wel, zoals Rashford, 5-star skill moet zetten. Of iemand met 5-star beat food. Maar goed, lastig. Ja, ik vind het lastig om te zeggen. Is Lewandowski 3 miljoen munten waard? Ik ben niet iemand die van dat soort spelers houdt. Een beetje lomp. Geen skillmoes, geen 5-star weak foot. En we komen net tekort. Ah, dit is zo kut. Had ik die vorige pot gewonnen, had ik misschien gered. Ah, weer geen divisie 1. Ik moet echt op die donderdag neer gaan spelen. Maar ja, 3 miljoen, 3,1 miljoen is die zelfs. I don't know. 3 games. Ja, ik had net al één oefpotje een keer met hem gespeeld. Maar ja, lastig. Laat maar weten, jongens, of jullie denken dat hij het waard is. Kijk, ik zou sowieso voor 3 miljoen munten kan je bijna een Icon Cruyff halen. Ik denk dat in vorm Ronaldo ook net zo duur is. Die 92, nou, die zelfs, of die 93 is zelfs nog goedkoper. Ik denk dat dat soort spelers wel echt nog beter zijn. Qua, ja, de beweegment, de movement. Laat me even weten wat jullie ervan vinden, jongens. Like deze video even. Abonneer op mijn kanaal, jongens. En laat even weten wat ik met mijn team doe. Wanneer ik moet gaan inkopen of wat dan ook. En laat even weten of jij deze speler vet vindt. Ciao, ciao mensen. Bye, bye.